Hallo kijkers. Oh ja, ik had vergeten te zeggen. Ja. Welkom bij een nieuwe vlog. En doe graag een duimpje omhoog en subscribe. Abonneer. We gaan nu de koe voelen. Dat we kijken of het kalf erin zit. Want daar zit de blaas. Die is daar al. Uit de koe. Koe zijn kont gekomen. En nu gaat die... Papa gaat even voelen. En zometeen gaat het kalf... Waarschijnlijk gaat het kalf eruit. Zometeen even eten eerst. Kijk, je ziet de blaas al een beetje. Daar zo. Ik ben aan het filmen. Gaat mijn neef proberen. Nu is mijn vader aan het uitleggen. Ik heb ook een handige app. Ik weet niet of jullie dat ook. Dat kunnen ook voor jullie handig gaan zijn. Het heet. Wil je nog een film met de rest? Ja? Ik heb kut of. Wat denk je? Leg die nou zo met een snuitje erop. En dat. En die, dat is een app en dan kan je alle filmpjes die onderbreken zijn, allemaal kleine stukjes, kan je dat aan elkaar plakken en dan zet een filmpje en dan kan je via die app kan je YouTube, als je nieuwe wil maken van de ding. En dan kan je dat dus bij elkaar knippen en dan kan je dat voor resultaat zien. Nou, en dan gaat dat prima, dus ja. Klaar, we wachten dat. Oké, tot de volgende stukje. En misschien zien jullie zo dat het kalf eruit is. Tot zo. Hoi jongens, het kalfje is eindelijk geboren. Je zag het net al. Kijk, het kalf. Bij de moeder. Kijk, dit is nou, dit is gewoon mooi. Al die koeien zitten te kijken. Ja, soms heb je het een beetje slechte camera kwaliteit, want ik doe het ook op telefoon, dus ja. Beetje slecht. Maar het kalf is geboren, eindelijk. Nu is de koe en het kalf aan het aflikken. Want ook een beetje bloed en het nattigheid. Dat hij zo meteen mooi schoon is. Dat hij niet onder het viezigheid zo zit. Dit is het filmpje over de kalf.